Wat merkte je? Althans, wanneer merkte je voor het eerst van, hey, het gaat niet goed met mij, er is iets aan de hand? Ja, dat was in 2013, eind juli 2013. Mijn man werd wakker, 's nachts door mij, want ik had een epileptische aanval. Ik weet er helemaal niks meer van. Het enige wat ik weet is dat ik wakker werd en hij zei, jeetje, je hebt me zo laten schrikken. Die dag zouden we naar België gaan, naar mijn schoonouders. En in die middag hadden ze zoiets van, nou, het zit toch niet lekker. Want gewoon nooit last gehad van epilepsie. Laten we toch maar even checken voor de zekerheid. Toen zijn we in turnout naar het ziekenhuis gegaan in België. En daar helemaal door de mangel gehaald. En binnen 2 dagen wisten we dat ik een hersentumor had. Ja. Hoe groot was die toen al? Kwartelei. Een kwartelei? Ja. En nooit eerder iets gemerkt? Nooit eerder iets gemerkt, nee. En dat vond ik juist het moeilijke. Want als danseres ben je zo met je lichaam bezig. En je leert alle pijntjes, alle signalen, alles leer je kennen. En dit voelde als zo'n verraad van mijn lichaam. Van, mijn lichaam laat me in mijn steek. Waarom heb ik nooit een signaal gehad? Waarom? Hoe kan dit? Dat heb ik nooit begrepen. En was heel moeilijk te accepteren. Ook als danseres of iemand die heel erg fysiek bezig is. Ja. Van, dit kan niet. Er moet altijd een signaal zijn geweest, maar nee. Hoe snel moest je worden geopereerd? Ik lag binnen een week onder het mes, ja. We zijn naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam gegaan. En 8 augustus ben ik geopereerd door dokter Peerdeman. Nou, echt, ik had geen betere chirurg kunnen wensen. Zo'n fijne vrouw. En het ging eigenlijk allemaal heel snel. En na 2 dagen in het ziekenhuis lag ik alweer thuis. Mocht ik naar huis. Ze hebben niet alles kunnen verwijderen? Nee. Er is 95% verwijderd. En dat komt omdat als je alles weghaalt, moet je eigenlijk in gezond weefsel gaan snijden. En dat kan niet, want dan krijg je uitval, verlammingsverschijnsel. Dat kan gewoon niet. En heb je gevraagd naar je prognose of ben je iemand die dat niet wil weten? Je hebt 2 stromingen. Sommige mensen willen alles weten, sommige mensen willen niet zoveel weten. Ik weet hoe jij daarin staat. Ik stond erin dat ik eigenlijk niets wilde weten. Kop in het zand, gewoon eigenlijk na de operatie zo snel mogelijk leeftje oppakken door met waar ik gebleven was. Maar kan niet. En je krijgt wel gemiddeld dus te horen van 9 jaar levensverwachting en gewoon geen leuke cijfers. Maar ze zeggen wel, elke tumor is anders, elke persoon is anders. Dus we kunnen geen voorspelling doen voor jou. En de ene die kan er 20 jaar mee leven en de ander gaat binnen 2 jaar. Dus ja, en het gemiddelde is 9 jaar. Maar daar wil ik me niet aan vasthouden, hoor.